Heel simpel, ik vond dat dit moest gebeuren. Omdat we hadden namelijk nog een heleboel hele goede nummers liggen. En ik ben 2,5 jaar geleden ben ik eens gaan kijken wat we nog allemaal hadden. En ja, en ik had zo nog drie of vier albums eruit kunnen halen. En ik heb deze er nou uitgehaald. Wij waren bezig met een drieluik. Gekkenwerk, liefdewerk. Ik dacht dat het een vijfluik zou zijn. Maar... Een vijfluik. En toen werd ik een paar jaar geleden werd ik vrij ziek. Ik kreeg tuberculose, allemaal ellende. En we wouden eigenlijk een nieuwe plaat maken. Maar ik kon niet veel. Ik kon eigenlijk helemaal niks. En toen zei Henk, nou, weet je wat, we gaan eens kijken wat er is. En tot opperste verbazing... Want je vergeet dingen. Oma Arie, die was zo eenzaam als de pest. En toen hij zich kapot zoog, vond iedereen dat best. Maar 's morgens op het kerkhof was iedereen er wel. En toen erin begon te janken, zongen hele... En ineens kwamen er allemaal nummers bovendrijven. Die we langdurig hadden live gezet op 2 of 3 na. Dus die je ook toen al heel goed vond. En die nummers, die is Henk gaan bewerken met de kennis van nu. Dan zei die Henny, dat tweede couplet, dat kan je beter. En dat moet je een beetje omschrijven. En als je toch bezig bent, doe dan bij elk couplet één zinnetje erbij. Want dat is mooi, dan ga ik het ietsje, weet je. En dan zei ik tegen Henk, oh dat is leuk zeg, doe mij ook eens een plezier. Ik hoor daar heel in de verte een sax solo. Zei ik, nou, ja, dat zegt, nou, ik ga eens kijken. En zo werkt dat een beetje. Ik heb een nominelis en die had flitting. Laat ik het zo zeggen, als ik 2 liefdesliedjes aan Henk opstuur, hè, we gaan allemaal via internet of ik geef het hem mee als hij bij mijn computer zit. Weet je wat hij dan tegen hem zegt? Henny, doe ook eens een liedje over iets anders. Want we leven wel in nu. En dat trek ik me dan altijd wel aan. En dan blijf je toch een beetje om je heen kijken. Of zo nu en dan komt Henk met een ontzettend leuke suggestie. Ooit was zijn suggestie. Oh, was ik maar een gijzelaar. Dan stond het uit mijn eten klaar. Ja, dan stond het uit mijn eten klaar. Zei ik, Henk, ik maak hier een liedje van. Kijk, wij zijn natuurlijk gewoon entertainers. Hè? Laten we dat niet vergeten. Ja, wij proberen mensen te vermaken. Maar nou, jij meer dan ik hoor. Maar, nou oké, okay. Nou, Henk probeert meer. Maar het lijkt mij zo leuk om straks, als we weer gaan spelen, 1000 mensen, eenzaamheid en vrijheid om kapot te... Dat is leuk, want dan hebben ze ook uit hun hoofd moeten leren. En misschien hebben ze wel eens over nagedacht dat het iets minder leuk is dan wij het op melodie gezet hebben. Doe wat je wilt.